en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie testen van Essence, de Catching Clouds collectie. Dit is een lentecollectie. Ik weet niet precies waarom ze er nu al mee uitkomen, maar ja, het wordt gepromoot als de lentecollectie. Maar het is nog winter, maar ja, maakt niet uit. We gaan hem gewoon nu al reviewen, want het ziet er echt prachtig uit. De slogan is ook: waan jezelf in de zevende hemel. Als je ook naar de verpakkingen kijkt en de algehele vibe, het is allemaal wolkjes, wit, pastelroze. Echt gewoon alsof je je letterlijk in de hemel waant. Het is ook wel een beetje een random collectie. De producten zijn een beetje random. Fixing spray, body glitter, kwasten, primer. Maar verder niks van de oogschaduw, geen blush. Maar dat schrikt mij absoluut niet af. Ik vind het ook wel gewoon weer een leuke collectie, leuke producten. En ik ben gewoon echt heel benieuwd naar de kwaliteit. Het is Essence, dus het is weer allemaal super betaalbaar. Het is vandaag een eerste indrukvideo. Ik heb nog niks gebruikt. We gaan het vandaag allemaal testen. Het is een medium collectie. We hebben, even kijken, 6 producten inclusief de kwastencollectie. Dus het is wel wat. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, deze krul hier is weer echt super random. Maar I don't care. Ik zie wel online staan dat er ook een eye bright pencil bij deze collectie is. Maar volgens mij bestaat die al. En volgens mij heb ik die al. Ja, ik heb die letterlijk al. De Essence Inner Eye Bright Pencil. Dus ik weet niet waarom die precies bij deze collectie erbij staat. Maar ja, die bestaat al gewoon. Ik heb die al. Oké, eventjes wat informatie over deze collectie. Waan jezelf deze lente in de zevende hemel. Een plek waarop de tijd lijkt stil te staan en de wolken gewichtloos lijken. En we kunnen genieten van een prachtige lentelandschap in pastelkleurige licht. Met gewichtloze wolken die eruit zien als schaapjes in de lucht. Geïnspireerd op deze delicate luchtigheid zorgen de nieuwe zachte product highlights van de Essence Trend Edition Catching Clouds voor fluffy, lichte beauty looks voor het lente seizoen. De Essence Trend Edition bevat voedende, wolkachtige texturen voor een stralende tint en een geweldige zachte huid. Nou, en als je naar de verpakkingen kijkt, dan is deze beschrijving echt precies dat. Laten we beginnen met de kwasten. Dit is de Essence Beyond the Clouds Brush Set Dreaming of Fluffy Clouds. Dit is een kwastenset met 6 kwasten voor je gezicht, ogen, wenkbrauwen en wimpers. Nou, deze verpakking is echt super duper cute. I love it. Laten we hem openmaken. Het is, by the way, geen echt haar. Dus het is gewoon helemaal synthetisch. Dat is top. Dus dan zijn er geen dieren vermoord voor een aantal kwasten. Oké, dat was echt heel dramatisch. Ik moet gewoon zo de dop eraf halen. Wauw, de verpakking is echt super mooi. Zo roze. Kijk even dit, hoe mooi. Dit is echt helemaal mijn ding. Ik hou van roze. Wauw, dit is echt heel mooi. Ze voelen echt heel erg zacht aan. Je hebt dus 3 grote gezichtkwasten. Ik denk eentje voor poeder, eentje voor blush of contour. En eentje voor highlighter of zo. En dan heb je hier 2 kleine oogkwasten en een spoelie voor je wenkbrauwen of je wimpers of whatever. Oké, deze ga ik vandaag gebruiken. Het eerste product waarmee ik wil ingaan is voor het lichaam. Dit is de Essence Clouds Cloud Touch Body Luminizer Twinkle Twinkle Little Cloud. Dit is dus een glitterige bodycrème. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem hier helemaal aanbrengen. Daarom heb ik ook iets aangedaan waarbij je mijn huid gewoon kunt zien. Het potje is best wel klein. De glitters zijn heel zilver. Dus ik hoop dat ze gewoon mooi gaan zijn met mijn huid. Oh nee, ze zijn wel een beetje goudachtig. Kijk, dit is dan hoe het eruit ziet in het potje. Het lijkt echt heel heftig. Ik ben echt heel benieuwd. Er staat dat de glitters goed blijven zitten en geen plakkerig effect hebben. Dus ja, dat hoop ik dan ook gewoon echt. Oké, ik breng het aan met mijn grote bodykwast. Ik pak gewoon zo een beetje met mijn vinger. Ik weet niet of ik nou te veel heb aangebracht, maar oké. Oeh, echt super glitterig dit. Oh my goodness. Oké, ik moet zeggen dat het niet echt heel goed uitsmeert. What the F? Blijft echt gewoon zo plakken. Hallo. Kijk, zie je dit hier? Het blendt gewoon niet. Kijk. Oké, dat is niet echt handig. Misschien moet ik het met mijn handen doen. Oh my gosh, het smeert echt gewoon voor geen reet uit. Nou, dan blijft het in ieder geval wel goed zitten. Dit is toch niet handig zo. Ik ga gewoon even iets meer aanbrengen. Nee, ook als je het gelijk wilt uitblenden, blendt het niet goed uit. Ik weet niet, jongens. Misschien moet ik het eerst gewoon in mijn handen uitblenden voordat ik het op mijn lichaam blend. Dat is misschien handiger dan. Het is ook wel echt super duper glitterig. Op beeld is het iets minder heftig dan in het echt. In het echt is het veel glitteriger. Kijk even dit. Wow. Het blendt alleen echt niet uit. Niet met de kwast, niet met mijn hand. Ik heb het al op verschillende manieren geprobeerd, maar nee. Ik zie ook allemaal hier zo van die lijnen. Kijk even hoe glitterig dit is. Maar kijk ook hier zo die lijn. En het is allemaal super patchy. Omdat het niet wil uitblenden. What the F. Nee, jongens. Ik ben niet zo'n fan. Ik vind het en te glitterig. En het blendt gewoon helemaal niet uit. Oké, dit vind ik wel een beetje jammer. Want dit was wel een van de producten waar ik best wel enthousiast over was. Nou, laten we gewoon snel verder gaan met het gezicht. Dit is de Essence Clouds Cloud Touch Mousse Primer. Dit is dus een mousse-achtige primer. Het lijkt een beetje op een wolkje.
Kijk dit. Het is letterlijk gewoon een wolkje in een pot. Ik vind dit concept van wolkjes en zo echt zo cute. En dit zou je gezicht heel egaal moeten maken. Als je oneffenheden hebt, dan moeten die gewoon verdwijnen als sneeuw voor zon. Mousse make-up product. Daar ben ik niet altijd per se een fan van. Maar ik hoop gewoon dat deze goed gaat zijn. In ieder geval beter dan die body glitter. Het moet ook je gezicht een beetje hydrateren. Dit voelt zo raar aan. Ik ga stuk. Het valt helemaal overal. Het lijkt een beetje op iets van siliconenachtig iets. Oké, ik hou daar persoonlijk niet zo van. Zoiets maakt je gezicht ook altijd best wel mat. En ik heb een droge huid. En dan vind ik dat altijd niet zo fijn. Het ruikt by the way allemaal echt naar helemaal niks gewoon. Er zit geen geur in deze make-up. Ja, het maakt wel echt egaal. Dat zie ik echt gelijk. Het maakt egale mat. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, dit echt wel fijn zou zijn. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van mijn make-up erop gaat aanbrengen. Oké, mensen. Ik heb een hele basis gezichtsmake-up aangebracht. En ik ben echt impressed met deze gezichtsprimer. Ik was een beetje sceptisch in het begin. Omdat dit soort mousses mijn gezicht een beetje kunnen uitdrogen. Maar dat heeft hij echt totaal niet gedaan. En het is hier echt super duper smooth. Het is echt veel egaler dan normaal. Het is gewoon alsof ik geen enkele poriën heb. Echt amazing. Vooral voor deze lage prijs. Echt, I love it. Oké, nou wil ik de twee oogkwasten gaan testen. Deze collectie heeft niks voor de ogen. Alleen maar deze twee kwasten. Dus ik denk dat ik mijn Morphe 2 Quad ga gebruiken. En dan pak ik de roze blush kleur. En dan ga ik gewoon hiermee een hele super makkelijke, simpele look maken. Ik pak eerst deze fluffy kwast. Dan breng ik die kleur aan in mijn arcadeboog. Het wordt echt een hele makkelijke look met echt like twee kleurtjes maar. Ik vind kwasten van Essence altijd best wel oké voor die lage prijzen. Oké, ik denk dat ik echt heel eerlijk moet gaan zijn met jullie. Ik vind deze kwast niet zo fijn. Ik heb deze kwast al zo vaak gebruikt en normaal brengt hij veel beter aan. De kwast is iets te packed. De haartjes zitten niet uit elkaar genoeg. Ze zitten te veel in elkaar, waardoor het niet echt heel fluffy aanbrengt en het niet echt heel goed blendt. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Dan pak ik deze andere kwast en dan pak ik deze glanzende kleur hier. En die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. Ja, kijk, voor zo gewoon packen, voor echt aanbrengen op je ooglid is hij wel weer fijn. Alleen niet echt voor blending, helaas. Wow, het is me een partij begonnen te regenen. Ik moest vandaag boodschappen doen. Godzijdank heb ik dat al gedaan vanochtend. Toen was het gewoon nog droog. Ik was nog aan het twijfelen om straks pas boodschappen te gaan doen. Maar godzijdank heb ik het al gedaan in de ochtend. Wie doet ook altijd boodschappen in de ochtend? Ik vind dat zo fijn, want dan is het helemaal niet druk. Ik ga altijd naar Albert Heijn XL. En in de middag is het daar zo druk. Oh my gosh. Oké, nou, ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Ik ben niet zo'n fan van de oogkwasten. Oké, ik heb heel even snel mijn ooglid afgemaakt. Eyeliner en nep wimpers. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 822. Nou, wil ik nog een kwast gaan gebruiken voor bronzer. Even kijken. Ik ga deze kwast gebruiken voor bronzer. Ik hoop dat de gezichtskwasten beter gaan zijn dan de oogkwasten. Omdat het vandaag een Essence video is, houden we het betaalbaar. Dus ik ga in met mijn Catrice Sun Club bronzer in de kleur 030 medium bronze. Is echt een hele goede betaalbare bronzer. Nou, laten we kijken of deze kwast er iets van gaat bakken. Nee, ik ben echt geen fan van de kwasten. Kijk, ik ga jullie laten zien. Hij is te zacht. Als ik wil blenden, kijk, het gaat helemaal zo uit elkaar. Zie je dit? Ik wil niet dat mijn bronzer hier allemaal overal komt. Hij is helemaal niet stabiel, zeg maar. Nee, dit is echt niet fijn. I don't like it. En het pakt ook niet genoeg product op. Oké, nou, het gaat niet zo goed qua kwasten, jongens. Ik was net aan het zeggen dat ik best wel een fan ben van Essence kwasten. Vervolgens vind ik alle kwasten niks. Laten we de blush kwast proberen. Ik ga in met mijn roze matte blush van Flower Beauty. Dit is in de kleur Wild Rose. Nee, ook deze kwast is ook weer te flexibel. Precies hetzelfde probleem als dat ik had met die andere kwast voor bronzer. Dit is echt super patchy ook. Nee man. Echt verkeerde kwasten kunnen echt je make-up look gewoon verpesten gewoon. Als je je ooit afvraagt van waarom zit mijn make-up nooit goed terwijl ik goede producten heb. Het kan ook liggen aan je kwasten. Laatste poging. Deze ga ik gebruiken voor highlighter. En die zit wel in deze collectie. Dit is de Essence Clouds Cloud Touch Highlighter. In de kleur 01 Daily Dose of Dreamy Clouds. Oké, als ik zo kijk naar de kleur is het niet echt mijn ding. Er was er ook maar eentje. Dus dit is het gewoon. Kijk, dit is dan de kleur. Die wolkjes zijn echt super cute. Maar het is een zilveren kleur met een roze ondertoon. Nou, de kleuren die matchen met mijn huidskleur zijn goud met een gele ondertoon. Dus letterlijk het tegenovergestelde van dit. Maar whatever, laten we het gewoon proberen. Het is wel heel mooi roze. Ik denk dat zoiets beter zou staan op een lichte huidskleur. De swatch is niet echt veelbelovend. Ik ga ook deze kwast gebruiken. Is wel iets te groot voor highlighter, maar whatever. Nee. No. Deze kwast is ook echt niks. Ik ga gewoon eventjes mijn eigen kwast gebruiken. Want ik wil wel eventjes goed weten wat ik van dit product vind. Ja, kijk even het verschil. Dit pakt echt veel beter op.
Maar die kleur is niet echt mijn ding. Ik vind hem wel mooi. Ik had niet eens verwacht dat ik hem überhaupt mooi zou vinden. Het is wel heel mooi. Het is een beetje zo holographic roze. Alleen het staat gewoon helaas niet met mijn huiskleur. Je ziet ook helemaal zo'n grijze waas. Dat is niet echt wat je wilt. Maar de kleur is wel heel mooi. Als je een lichte huiskleur hebt, is die wel heel mooi. Zie je dit zo? Ik ga ook een beetje aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Oh wauw, dit staat echt heel mooi met deze ooglook. Ja, dit is echt heel mooi. Perfect met de roze ooglook. Ik breng ook een klein beetje onder mijn wenkjes aan. En ik breng ook een beetje op mijn neus aan. Ik weet niet of dat een goede beslissing is, maar whatever. Oké, ja, het is wel oké. Ja, heel mooi, alleen persoonlijk niet voor mijn huiskleur. Dan heb ik ook nog iets voor de lippen. Dit is de Essence Catching Clouds Swirl Lip Balm. 10 punten voor verpakking, super duper cute. En kijk even hoe deze lipstick eruit ziet met een prachtige swirl design. En het bevat vitamine E wat de lippen voedt. Dit is echt top notch. Ik weet niet wat het is met Catrice en Essence en hun lipsticks. Maar ze hebben heel erg van dit soort prachtige lipsticks. Dit ziet er echt super duper mooi uit. Het is gewoon een lipbalm. Ja, dus het zal niet echt kleur afgeven zoals je kunt zien. Het geeft een hele lichte roze kleur af. Ik ga hem even aanbrengen. Ik weet niet waarom elk merk met een lippenbalm uitkomt. Hallo, kunnen we gewoon weer lipsticks maken? Ja, voelt heel fijn aan. Ruikt ook weer naar niks. Ik dacht even dat ik iets rook, maar dat is niet waar. Ja, het geeft wel een hele lichte roze kleur af. Zie je dat? Ik vind die kleur niet zo mooi met mijn huiskleur. Deze collectie is echt gericht op een lichte huiskleur, jongens. Het geeft meer kleur af dan dat ik had verwacht. Ik zie ook allemaal hier mijn droge plekken op mijn lippen. Het klampt echt vast aan elke droge plek op mijn lip. Oké, nee, dat vind ik niet zo fijn. En ik heb mijn lippen gewoon net gescrubt, dus ja. Nee, ik vind de kleur niet mooi en ik vind het ook niet mooi dat het de droogheid van mijn lippen laat zien. Oké, laatste product is een spray. Dit is de Essence Clouds Hydrating Milky Face Mist. Dit is dus een glowy hydraterende face mist. Wat dus je gezicht moet hydrateren en een mooie glow moet geven. Ik hoop niet dat het te glitterig gaat zijn, net als de body shimmer. Laten we kijken. Er staat een subtiele glow, dus laten we daar nog gewoon vanuit gaan. Ik vind de verpakking weer heel mooi, zo'n mooi wit. Oké, ik ben blij dat de spray fijn is. Essence sprays zijn af en toe echt te agressief. Ik weet niet echt of dat echt iets deed voor mijn gezicht. Nou jongens, ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld in deze collectie. Ik vond hem er echt prachtig uitzien. Ik had ook hoge verwachtingen. Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel niet goed zou vinden. Maar ja, toch is het gewoon echt zo. De kwasten set, hoe mooi ik hem ook vind. Dit is echt mijn ding. Vind ik ze gewoon niet fijn. De ogen set niet en de gezichtkwasten ook niet. De spray vind ik ook niet heel fijn. Hij sprayt wel heel fijn. Dat is top, maar ik zie niet echt effect. Ik zie niet echt een glow of zo. En qua hydratatie is het ook echt heel minimaal. De lipbalm vind ik ook niet fijn. Ik vind de kleur niet mooi en het klant vast aan droge plekken. Deze highlighter vind ik wel mooi, alleen niet voor mijn huiskleur. Haal hem echt alleen maar als je een lichte huiskleur hebt. Voor de rest is hij wel heel mooi. De kleur is echt heel mooi. Deze body shimmer, ja jongens, veel te veel glitter en het blendt echt gewoon totaal niet in. Maar de winnaar van vandaag is echt deze primer. Godzijdank is er nog één ding dat ik wel goed vind. Absoluut niet verwacht, maar het maakt je gezicht echt egaal. Ik zou hem echt kopen. Heel erg mooi. Deze ga ik echt vaker gebruiken. I love it. Dus in principe is eigenlijk het enige wat ik aanraad de highlighter voor lichte huid en deze primer voor echt iedereen. Voor de rest zou ik deze collectie gewoon laten staan. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Ik hoop dat ondanks het feit dat het niet zo goed ging, jullie toch hebben genoten van de video en ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!